Breda Nu. Je weet het meteen. Het is zondag en dat betekent dat het de laatste dag is van het Champions Trophy toernooi, het grote hockeytoernooi dat hier in Breda gehouden wordt. Nederland heeft helaas niet de finale bereikt, speelt nu wel om de derde plek tegen Argentinië. En India en Australië spelen zo meteen de grote finale. En wij zijn benieuwd wat de bezoekers daarvan vinden. Ik vind het toernooi tot nu toe echt prachtig. Breda is ook zeer goed uitgerust, zeg maar. Dus ik ben ook heel blij met het nieuwe veld. Dus daar ga ik lekker op spelen, ook binnenkort. Hoe kijk je terug op afgelopen week? Voor de Belgen was het wat minder, ja. Drie gelijke spelen, zwaar verlies tegen de Nederlands. Dat was wel pijnlijk. Ik had niet graag in het stadion gezeten, dus ja. En why is India so good in hockey, do you think? Well, India is very technical and very peace in mind. Yeah, I love feeling everything and just being there and, you know, being represented and being there for your country and also seeing other countries play hockey. I think that's so amazing that we can meet all here today to watch that and see that. Nou, op zich vind ik het een heel mooi toernooi. He, goed opgezet, goede organisatie, mooie velden. Dus kortom, super georganiseerd. En hoeveel wedstrijden heeft u nu gezien de afgelopen tijd? Eén. Eentje maar. Eén. Alleen deze wedstrijd. Now, what do you think of the final? India is in it. What do you think of it? No, it's a good final. It'll be a great game because I remember last Champions Trophy that happened in England. We watched it was Australia and India again, and that went to penalty strokes, I think it was. So yeah, looking forward to the final. Hopefully it should be as exciting. So yeah, should be good. Hopefully India can win. Nou, hoe vind je het hier om die wedstrijden van alle topsporters te zien? Nou, ik vind het wel leuk, want het is best knap hoe je dat allemaal kan met een stick. Dus ja. We zijn derde geworden. Ben je daar wel een beetje tevreden mee? Ik denk dat ze gepresteerd hebben hoe ze gespeeld hebben. Ik denk dat dit alles was wat erin zat. Ga je dus even ook nog naar de finale kijken? Ja, we hebben een dagticket, dus ja, we gaan wel kijken. En wat denk je wat het wordt? Ik denk dat Australië gaat winnen, maar ik weet niet meer hoeveel. India. Nou, we gaan kijken of dat klopt straks. I think it's going to be a close match, but I believe India. I hope India. Australia is going to win, definitely. I think Australia is going to win. Ja, de finale is gespeeld. Het was een zenuwslopende, spannende wedstrijd. Uiteindelijk kan er maar eentje winnen en dat is Australië. Maar wat vinden wij er eigenlijk van? Heb je de finale net gezien? Ja. En wat vond je ervan? Leuk. Ja? En wat was er nou zo leuk aan? Nou, er waren best veel doelpunten en ik vond het leuk dat er shootouts waren. Ja? Wat spannend. Ja. Wat vonden we de finale, de wedstrijd? Topwedstrijd, hoog tempo en twee ploegen die erg aan elkaar gewaagd waren. Okay. Ik ben wel blij met de winnaar. Nee. Nee, wij waren voor India. Okay. Op een gegeven moment was ik wel echt voor India hoor. Dat vond ik ook wel leuk. Goed, technisch waren zij goed. Ja, is leuk. En had u een voorkeur? Ja, toch wel India. Beetje een underdog, hè? Okay. Ja, hoe heeft u deze finale beleefd? Nou, spannend. Alleen ik vond het heel jammer dat het zo eindigt. En ik vind als het dan zo moet eindigen, had ik liever gehad dat India won. Toch India? Ja. Ik heb het al vaker gehoord. Wat heeft u dan met India? Nou, ten eerste hebben ze al heel lang niks gewonnen. En zijn ze natuurlijk van een oorspronkelijk hockeyland nu weer terug. En dat is heel leuk om te zien. En ik vond het zo ontzettend lekker opportunistisch hockeyden. Meer kansen hadden en wat mij betreft hadden ze moeten winnen. Was dat het hoogtepunt geweest de afgelopen toernooi? Nou, ik vind toch die finale. En met name de manier waarop India zich profileert, dit toernooi. India is natuurlijk jarenlang toch een beetje zorgenkindje geweest. En als ik nu kijk hoe ze die finale spelen, ik vind dat ze hem eigenlijk hadden moeten winnen. Staan gewoon heel fris te hockeyen. En ik denk dat deze ploeg de komende jaren, die gaat nog heel veel leuke dingen laten zien. Heel fris, heel anders dan wat we weer gewend zijn. Ik denk dat dit wel een soort van standaard wordt op het internationale hockey. Dus India moeten we in de gaten gaan houden. Ja, dat denk ik echt. Breda Nu. Je weet het meteen.